van het leven. Veel familie, veel bieden en vooral veel eten. En zo ben ik jarenlang iedere zondagmiddag de hitte getrotseerd om bij hen te komen dineren als een Engelsje. Ze lessen worden door een Tango-familie. In het Frans betekent dat zoiets als alles voor de familie. Nu maak je rood, zei dan. En dan beloof ik dat ik op mijn eigen begin. En dat vooral, ik ben maar een heel oorzaak. En dat lijkt hem ook gedaan. Mijn bomma Aida, ze is nooit van je grok dan vierde studio. En zij heeft nooit een leren auto rijden. Ze zoekt in een keuken, geeft ze ook pasta en tomaten. En die vrouw werd mama Miracle. Een grootmoeder gaat vragen niets voor haar te doen. Nee zeggen, hè? Nee zeggen, hè? Nicola! Kijk, mama. Zeg, jongen, gaan we het eens iets voor doen voor maat. Maar eerst en vooral, even gaan jongen. Wat heb je gegeten? Chinees. Ah, Chinees. Oma. Noemde je dat eten? Nee, dat is een jaar andere mensen. Overdag, ik ga hem die koekjes Chinees eten. En tot op de dag van vandaag weet ik nog altijd niet wat ik heb gegeten. Iets meer vooral een boterhammetje met pomodoro en mortadella. En ga zich tegen haar grootvader dat hem geen auto niet meer mag dragen. Niet lusten, niet lusten. En over 14 dagen op de parking van de Carrefour, dan wou we hem rimmen en dat duurt toch op zijn gast. Oké, boterhammetje maken die keer en ik zal het niet met een bomba eens kappen over dat botterij. Maar eerst een auto, hè. Dat was een Fiatsen uit 1954. Dat kostte me 2000 frank meer dan ik mij kon permitteren. Ik was de eerste in de familie die een automaat kroop en een schoon job vond hier in Antwerpen bij de General Motors. En weet je hoe? Door te zeggen dat ik een Fransman was. De ouders van onze pa. Ze woonden 2 jaar vrijer en kwamen iedere zondag mee dineren. Allebei hardwerkende immigranten die op hun 17 al getrouwd waren en die 4 zonen kregen. Op de dag dat hun ze niet getrouwd zijn. Dan mijn moeder mij apart en heeft ze mij het onvergetelijks gezien. En wat zei ze? Het is niet omdat je zo'n vrouw bent dat je minder weert, zei ze. Durf te antwoorden. Zeg wat je denkt en voelt. Wordt geen sloer die er aan gewichtsavond voor de familie. Met de General Motors heeft hij dus gezegd dat ik Jean-Louis Gérard Dupont de la Rivière heet. En ik mocht direct beginnen. Zij waren de nooit rustigste mensen die ik ooit ontmoet heb. Zelfs 2 huizen vijeren voor ze aankomen. Ah wel, ik ben content dat je er bent. Ik moet wel trouwens eens iets vertellen. Wacht, ik wil hier de foto ook gepakt. Van wat dan? Van haar. Ja, waarom? Oh, daar zitten nog 2 dat filmpje van kerstmis. Zet u even een grootmoeder en dus ik moet eens iets belangrijks zeggen. Hier, foto ook. No, no. Eentje. Leent u mij met die naaien eens pakken? Oh, allee, stop ermee. Allee, no, shoot. Ik heb gepensioneerde van de parochie normaal even. Goed, mensen, moet ik eigenlijk wel zeggen iets. Een hele dag met een bus vol gepensioneerde, vol katholieken van 80 jaar die allemaal hun buiten hebben buigen. Verschrikkelijk! Maar we kunnen daar klaar voor gaan. Er is airconditioner op de bus en van mij al over praat. Oké, goed. Eigenlijk zou ik iets volgende zien. Dan was ik toch vergeten, maar dat er ook voor zeker salami of prosciutto. Ik heb het er dan maar alle 3 gedaan. Nicola, die heeft van de avond Chinees gegeten. Maar kan iedereen eindelijk al zitten? Ik zou willen zeggen wat ik hier van Paak wil vertellen. Dat is belangrijk. En wat trouwen? Dat kan niet. Ik zou willen dat je trouwt voor dat ik sterf, Nikske. Moet me dat ook tijd weten dat ik niet begin te vullen. Dan kan je misschien ook dat niet onder maak slaan. Oké. Eerst en vooral, ik heb promotie gemaakt op het werk. Oh, ik ben hier de blaar niet van. En welke soort promotie? Een hogere directiefunctie. Oh, vertel. Dus dat, ik denk niet dat ik heel graag kan begrijpen. Ik wil trouwens niet welke job dat ik tot hiertoe gedaan heb. Het is niet maar niet begrijpen dat we het niet willen noemen, hè? Ik stippel een algemene commerciële strategie uit. Zowel voor de geschreven pers als voor de nieuwe media. En aan mijn nieuwe job, en dan moet ik het zo'n juist doen, kon ik eindverantwoordelijk zijn qua oriëntatie, implementatie en coördinatie van al de nieuwe strategieën op een groot totale nieuwe afzetmarkt. Voilà! Ik verstond er de bal van. Maar we zijn heel goed. Ah, goed gedaan, Nicola. Maar die job, hè, die is in Dubai. Ik zei jongen, vragen zelf, er is niks of niemand aan mij hier nog bindt. En waar dan? De bal vergullen, ja, dat wou ik juist zeggen. En dan gaat dat zus?
Vrouw zijn dat we getrouwd in een Spanjaard, dan gaat hij met uit worden. Maar goed, pa. Laat me wat klappen, niet? En dan, niet, krijg ik een nachterklaan zijn. Ja, maar goed, pa. Dat nachterklaan zijn. Dat manneke is 3 jaar. En ik heb die roepen al 3 keer gezien. Dubai. Oh, nou is hem zijn boter, dat heb ik nog vergeten. Hij woont in 20 minuten vandaan, dan zal geen nummer lijn. Ik zou het toen moeten zeggen. Ik zou het toen moeten zeggen dat de dokters veel onderzoeken gedaan hebben en dat alles uitgezocht is. Ik zou het toen moeten zeggen dat als hij vertrekt, dat dat waarschijnlijk de beste keer is dat we elkaar zien. In de meeste bedrijven bestaat er een ongeschreven wet. Als je nee zegt tegen een promotie, zal er waarschijnlijk ook nooit een ander komen. De volgende zondag werd ik opnieuw verwacht voor ons wekelijks eetgezellig. Ik was er zeker en vast van overtuigd dat ze mij met schuldgevoel gingen overladen. Dus, jij bent in een rommelmacht gegaan. Zee. Toch ben je niet met een auto gezeten. De foto! 45 minuten roepen en 45 minuten terug, hè? Maar zijn jullie die allemaal onder kop stoven? Ik wou je niet onder kop stoven, zijn wij onder kop stoven? Niets. Maar waarom zeg je gewoon naar familie? Zee. Klopt hier niet, er is niet ontdant, hè? Dat wil het nou lukken, hè? Het is dat mijn vrouw. Ongetrouwde nichtje van mijn Britspartner, dat is gewoon. Kathleen, mag ik jou voorstellen om aan de knappe klaar zijn? Nico. Mag je dan nog een besteuren? Dat is hier allemaal opgezet spel. Een geforceerde blind date, dus. Kom nu steuren, heb je zin in, hè? Het is gewoon masculin, ik zeg. Laura, niet tot de rest, mensen. Lezen hier, zegen deze spazen die we zo direct van binnen spelen. En zegen onze lieve gasten. En zeggen onze ongetrouwde kleinzoon. En dat ze samen het eeuwige geluk mogen vinden. Succulent kalsvlieskleren. Hier is het. Neem de stukje. Dank u, Aida. Maar ik neem al heel wat van die groentjes. Nee, dat is kans van die hele goede benen. We gaan met de ogen straten. Sorry, Aida, maar ik ben vegetariër. Wat is het? Vegetarisch. Wil dat vernoemen, zeg. Dat is de dokter, voor de eerste. Waarom is zo'n stoere masker gaan uitgaan op die van de straat? Ja, maar natuurlijk beantwoord ik alleen. Ik ben er vast van overtuigd dat ik de waardertjes ben tegengekomen. Zit dat neem? Want dan ga je nog een therapeut vaker, zo of niet? Jezus Christus, Nola! Ja, wat? Maar wordt toch niet gezonden? Nee, hij wordt in de klant in zand, broer. Ja, ik heb het gezien. Ja, ja. Ja, 2 jaar. En ik moet wel zeggen dat dat mij deugd doet. Zijn we al een keer? Nog een keer? Nee, niks nog een keer. Ik zit weer aan mijn hart. Het eten was wat zonder de klakker. Dat kalfsvlies, dat was zo mals als boter. Dan hadden we een slaatje van tomatjes en mozzarella. En daarna hadden we een ravioli met een garnituur van aubergine. Was een echt blij dat jij je zegt. Je moet zeker een vast terugkomen. Het was heel leuk. Jullie zijn heel lieve mensen. Ik dacht dat jij niet van geforceerde blind date hield. Ja, maar ik vind dat eigenlijk wel toffe. En ik moet er ontroeg hopen dat ik uit de buurt van mijn grootouders een normale, knappe, charmante, intelligente, sportieve man ben. Maar allemaal nog op een macho-achtige manier. Dus, en? Toen besef ik nog niet te schatten zijn. Zijn eigen zijn. Iemand kort nodig, zonder mij te verwittigen. Daar recht je de gulden niet. Kalm houden, Nicola. Je komt de vrouw zal opkomen. Nee, mama, die wordt je niet gegeten. Iedereen zitten, zwijgen en lusteren. Tegen jij iemand recht stond? Binnen een maand stap ik het vliegtuig en nu leef ik moet. Een leven zoals ik wil leven. Met de vrouwen die ik zelf kies. Ik geef familie van de Britspartner van de nonnen. En ik kom een therapeut die ik Geren heb en Geren tegenkom. En weet je wat? Misschien kan ik nog zelfs Chinese taal om bij die therapeut te eten. De perfect functionerende volwassenen die volledig in staat is om voor zichzelf te zorgen, voor zichzelf en voor... Is er... Een hartaanval! Wil je dat nou uit? Ja, maar ik dacht dat onze Nick een hartaanval had gekregen. Nu, dat bleek dus niet het geval te zijn. Het was zo meer een paniekaanval dat hij had gehad. En de dokters die zeiden dat hij nog een paar dagen in zijn bed moest blijven en dat hij alle stress op zijn gedachten moest verbannen. Kinderen, Nieke. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Wel, wie dat plotje ooit geschreven heeft,
nog nooit geen kennis gemaakt met deze bende niet. Ik ga draaien mis laten doen. Is dat wel een goede vraag? Dat is een goede vraag. Ik heb het niet kerk naar mij noemen. Ja? Dan nou, ik misschien weer andere jongen. Waar zijn nou? Waar willen ze? Ik ga echt om zeker te willen. Maar ga niet. Je vertrekt bij ons op vakantie. Waar taal? Ja, ik denk niet dat zo raar. Volgende moment is zo'n bus van Rijs en Abers. Hoeveel van de Abers zeggen? En waarom niet? Voor mij al een van jou rot gaan zijn? Ja, je zit heel de tijd onderweg. Bezoek, bus af, foto getrekken, bezoek, bus af. Maar die heeft er misschien een schoon masker kunnen op die bus? Al die maskers zijn door 80 jaar. Bob, wat lees jij de vraag voor, hè? Wetenschappen en natuur. Hoe heet het proces waarbij planten koolhydraten vormen als ze aan het licht worden blootgesteld? Dat is wel de moeilijke vraag. Pak maar een hand. Wie speelde mee met Grace Kelly in I Know? Oh, dat is een schoon vraag. Ding is, die acteur. Je hebt geen verstand meer te spelen. Wie heet de jongen? Oh, ik wil de koffer. Yes, sir, that's my baby. No, sir, I don't be baby. Yes, sir, that's my baby now. En, zal dat beter, Nick? Ja, ze bevolkt dat. Zeg, maar ik kan mij niet herinneren dat ik er nooit zo bezig gezien. Toen ik heel klein was, hè, ging ik met mijn vader met kerstdag naar de feestmarkt. En op de feestmarkt, daar stonden allerlei kramen in alle kleuren. Rood, geel, oranje, alle regenbouwkleuren en al dat speelgoed was er te zien. En ik werd er zo verlekkerd door en ik greep nog zo'n stukje speelgoed, maar mijn vader zei, nou, we gingen naar de volgende kraam en weer ging ik nog zo'n klein stukje schoen in alle kleuren speelgoed, maar weer zegt hij, nou, nou. En zo gingen wij al die kramen af. En op de laatste kraam pakte me mijn vrouw een stuk speelgoed en hij gaf het erbij. Kurt Roep is hem gestorven. En veel overboord kwam is in een visnet terecht, stootte zijn hoofd tegen een boog van schippen. Dat is nooit meer buiten gekomen. Als ik 's morgens wakker word, is er een kort momentje dat ik niet weet dat ik ziek ben. Dat ik niet voel dat ik ziek ben. En het duurt maar een paar seconden. Maar het is een kleine cadeau. Om de dag door te komen. Die nacht heb ik het tegen ons Emma gezegd. Oh, Kathleen! Zo, dat ben je dan. Dat is daar nog een verrassing, zeg. Ga je het doen, ik zing dat. Ik weet niet waar het was. De manier hoe dat de zonnestralen op haar gezicht schenen. Of de manier hoe dat ze daar stond. Of gewoon omdat een vrouw die mij afgewezen had, was teruggekomen om zich te verontschuldigen. Ik kreeg de verschrikkelijkste gedachte dat mijn grootmoeder misschien eens gelijk zou kunnen hebben. Dus ik heb alleen maar de juiste vrouw nodig had om echt gelukkig te zijn. Verdomme, hè? Ik weet dat je eens nee hebt gezegd, maar ik zou deze keer nog altijd willen uitnodigen voor een echte afspraak, maar dan zonder familie, begrijp je? Kun je daar in de Dubai verhuizen? Oh, nee. Soms denk ik om toch te gaan, maar aan de andere kant denk ik om hier te blijven. Yes, sir, that's my baby. No, sir, I'm only baby. Yes, sir, and that's my baby. Nou. Ja, sorry, sir. Als dat moet je werken, dan is dat meer dan een gouden ouders, hè? Wauw, Nick. Oké. Ik ga beslist om niet te vertrekken. Dan maken we samen een afspraakje. Zonder familieleden. Vertrek ik in een maand. Luister, zo waar ik je stel toch niet. Het is niet vuil die zo ver vliegt. Het is niet zo ver vliegen dan Sicilië. Je kunt me zo dikwijls komen bezoeken als je dat wilt. Luister, ik heb er veel hard voor gewerkt voor die promotie. En ik zou het enorm appreciëren dat je dat zou kunnen begrijpen. Hoe kun je dat als je mijn familie in de steek laat? Waarom denk ik dat iedereen zo bang is? Kun je dan dat ze waren niet de moeder om mee te blijven? Wat mag ik dan zeggen?
zeg of iemand anders je vertrekt. Toch iedereen vertrekt hier. We willen niet dat je vertrekt, Dick. Zeg, nou, wat wou je mij eigenlijk vertellen? Want niks. Hoe niks? Ik wil zeggen, ik zal altijd in haar vuur blijven rondhangen. Je kunt dus best maar braaf zijn. Eten is allemaal kleren in zin te lekker wat. Mangiamo. Ik doe het echt lekker aan kaas, mocht u wat ik dat deed, jongen. Niet bof. Het was allemaal lekker, hè, jongen. Fantastisch, bonga. We hebben alle evenwingsetenkleren gemaakt. Gnocchi, kalfjes met parmesan, tiramisu en een ijskoekje. Zeg, Nicola. Heb je hoe het volgende dan verteld? Ja, of wel. Ach, op een lotte. Het is niet waar. Ja. God, er heb ik zo van gezegd. En wel van de week op de roemen naar draaien. En hier is er een achterste marsch op ingedrukt. Je mag hier een keer groeien, hè, hoe dat komt. Wat ik er aan moet draaien, zelfs nog die straat. Hier is een Nicola de lasagne voor het vliegtuig. Oei, mama. Lasagne vliegtuig, je mag niet meepakken. En waarom niet? Dat weet ik niet, maar dat mag toch. Dan stuur ik hem op met de post, hè. Ik heb mijn vlucht gehaald. En 7 uren later was ik in Dubai, maar in 1000. 3 dagen later werd er een lasagne afgeleverd. Van 4 kilo met de post. Lief job. Fantastisch. Meer werk, meer verantwoordelijkheden. Gewoonlijk schitterend. Een maand later ben ik beginnen uitgaan met Theresa, de hoofdboekhoudster van onze afdeling. Ik wist onmiddellijk dat zij geen gewoon was. Hè? 4 maanden later ben ik teruggevlogen voor de begrafenis van mijn Don Nunzio. In 10 jaren nadat onze Nicola is verrast, is mijn Franco ook verrast met de Nederland. Emma en ik hebben gedurende meer dan 2 jaar iedere avond samen gegeten. En toen dat zij dan ook een heel zware hersenbloeding heeft gekregen, is zij ook verrast. Dat God hun allemaal heel veel rust gegeven. Oh, Nico! Oh, mijn God! Zeg, amai, wat is dat hier? Zeg, dat ze hier gaat in Dubai. Ga je doen, ik zing dat. Ik ga dat maar op jouw liefde gooien. Oh, grootvader. In deze kaas heb voor mij gevuld. Hoe kan ik een kind nou weg, Nicola? Wie lang nog die? Heb ik volgens mijn familie de grootste verwezenlijking in het leven gerealiseerd. Ik ben getrouwd. Tengo familia. Therese en ik verwachten binnenkort ons eerste kindje. En thuis in Rome moet ik dikwijls terugdenken om de rest van de dagen met mijn grootouders in doorgebracht.